ouders van Isis zijn pas gescheiden. De moeder van Isis neemt afscheid van haar dochter als haar nieuwe vriend haar komt halen om voorgoed naar hun nieuwe huis op Ameland te vertrekken. Nou, dag schat! Wij vermaken ons wel op Ameland. Ik hoop dat je volgende zomer komt. Het zou super gezellig zijn. Jij vermaakt je wel met papa, hè? Kom je, schat? Ja. Isis is niet bepaald blij. De relatie met haar vader is namelijk niet geweldig. Van een afstandje kijken de buurvrouw toe. Dat is zo lief van mij. Jammer dat ze haar moeder moet missen. Ja, dat vind ik echt zielig. Want haar vader is zo streng. Het leven van Isis wordt met de dag slechter. Ze krijgt er regelmatig van langs. Krijgt slechte eten. En haar verjaardagen worden niet meer gevierd. Ze krijgt alleen nog een verjaardagskaart van haar lieve buren die altijd dol op haar zijn. Oh, lief. Lieve Isis, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, de buurtjes. Oh. Op school zien kinderen wel dat er iets niet klopt, maar niemand durft het echt te vragen. Hé, hey, wat doet ze nou in de wc? Ik weet het niet. Zou er wat aan de hand zijn? Ze zit in haar vragen. Natuurlijk niet. Dan denkt ze vast dat we gek zijn. Ja, daar heb je wel gelijk in. Kom, we gaan gymmen. Wat zou er met Isis aan de hand zijn? Misschien is het geval of zo. Ze zit echt helemaal onder de blauwe plekken. Ja, ik heb het zelf ook wel. Het is vast niks om ons druk over te maken, hè. Als op een dag haar vader weer zonder reden kwaad is op haar, sluit hij Isis op in het tuinhuis. Papa, help, doe je dit? Ik ben helemaal klaar. En wacht het niet om te gaan gillen, ja? Isis komt met geen mogelijkheid los en zit vast in het tuinhuis. Wat nou als er niemand komt om haar te zoeken? 3 dagen later zijn er tuinmannen aan het werk bij de buren en doen ze een schokkende ontdekking. Ik heb Isis vandaag niet zien zwaaien toen ze naar school ging. Misschien is ze wel ziek. Ik maak me heel erg zorgen. Ja, ik ook. Dames, er is echt iets wat jullie moeten zien. Help me! Help! Horen jullie dat ook? Help! Hier, buurvrouw! Hoor wat? Ik ben het! Isis! Dat is Isis! Isis, hou van, we komen eraan! Misschien zit er al 3 dagen. Ik ga proberen het slot open te maken. Ja, misschien lukt het nog wel. Hij is te strak. Oh nee! Hij gaat niet open. Bel jij de politie, dan blijf ik bij Isis. Rustig maar, we gaan je redden. Oké. Okay. Ze moeten snel zijn, want de vader van Isis kan elk moment thuiskomen van zijn werk. Niet veel later komt de politie en de jeugdzorg aangestormd bij het huis van Isis. Isis, je bent er! Gat meisje! De buurvrouwen en Isis vertellen aan jeugdzorg wat is gebeurd. En toen hebben we uiteindelijk gevonden met de politie. Ja! Omdat ze zit helemaal vol met blauwe plekken. Kijk, hier heeft ze er één. En hier. Maar dan komt de vader van Isis thuis. Hé, wat is dit? Gelukkig kan de politie hem direct arresteren. Isis, wat heb ik gedaan dan? Heb je mishandeld? Dank je wel. De vader van Isis staat de werkstraf te wachten op het olieplatform in Amerika. Hey, laat me naar mijn dochter! Hey. En de buurvrouwen weten jeugdzorg te overtuigen dat ze Isis willen adopteren. Dat jaar krijgt Isis de tofste en leukste verjaardag ooit. Isis!